En dan nu? Hallo kijkers. Ze stond jarenlang met haar tamboerijn in de stad. Op verschillende plekken. Op plein 44, op de hoek bij Bakker Bart, bij V&D. Je hoorde haar belletjes bijna dagelijks rinkelen door de straten. Daar zong ze dan ook af en toe liedjes bij. Toen ik een column maakte over stadsgeluiden heb ik haar gefilmd en die opname heb ik even in het archief teruggezocht. Ze vertelde me toen dat ze dit geschreven had naar aanleiding van een krantenberichtje over een tiener die zelfmoord had gepleegd omdat hij op school gepest werd. Dat vond ze zo erg dat iemand al op zo'n jonge leeftijd er niet meer was. Oda Lenoble is vorige week overleden en afgelopen week in stilte begraven. Het leek me wel een mooi gebaar om Oda hier nog een keer te laten horen. That teaches us.